bent terug bij Holland's Got Talent. Irma Lohman uit Hoofddorp heeft een tijd niet meer gezongen en hoopt op haar grote comeback. Irma. Met de hele familie. Ja, ik ben Irma Lohman, ben 41 jaar en ik ga een opera aria zingen. Zo, vrienden. Hoe is het? Alles oké? Okay? Ja. Jullie zeggen echt alles op hetzelfde moment. Wat, heb je dat stiekem geoefend? Of, ja. Ach, dit is de hele familie? Ja. Nou ja, zeg. Zingen betekent voor mij een uitlaatclip eigenlijk. Naast mijn drukke bezigheden als moeder zijnde. En ja, dan vergeet je even alles. En ben je niet alleen maar mama, en ben je ook gewoon Irma. En hoe ziet het er bij jullie thuis uit? Niet. Nee. Een zwijnenstal. Een zwijnenstal. Voordat Irma moeder werd, timmerde ze stevig aan de weg als zangeres. Ja, ik heb ooit met Glennis Grace gezongen. Dat was in de Arena in Amsterdam voor 50.000 mensen. Dat was echt helemaal te gek. En het was ter ere van het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander. Maar ja, op mijn 31ste ben ik zwanger geraakt. Toen werd het eigenlijk steeds minder het zingen. Er kwam al snel een tweede, derde, vierde, vijfde en de zesde. Dit is nu de laatste. En ja, het is goed zo. We hebben 6 jongetjes. Het is erg druk en de verhouding, het zingen en het moeder zijn, dat vind ik gewoon ideaal. Dus als jij straks op het podium staat, is het eigenlijk na 10 jaar dat je een soort comeback maakt. Dan is het moment dat het moet gebeuren. Ja, dat wil ik heel graag. Dan is het tijd voor Irma Lohman om op te treden. Wordt dit haar grote terugkeer in de spotlights? Nou jongens, het gaat gebeuren, hè? Zullen we hier maar gaan staan dan? Ik hoop alleen maar dat ik kan zingen en me concentreren. En dat ze niet mama of zo roepen. Of dat er een ongewenst het podium op komt rennen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Robert staat er ook. En mijn man natuurlijk. Dus dat komt vast goed. Heel veel succes. Ja. Dit is jouw moment. Ja. Pak het. Knallen. Irma Lohman. Hi. Ik ken jou. Ik jou ook. Ja. Wel jaren geleden, maar... Ja. Ja, ik weet dat jij prachtig kon zingen. En je bent er een tijd tussenuit geweest? Ja, 10 jaar. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 41. Oh meid, ik ben nog jong. En Irma, waarom ben je er 10 jaar tussenuit geweest? Ik ben 10 jaar zwanger geweest. Hè? Ik hou van hobby's. Kijk nou, het is gewoon de familie van Trouw. Kom even, Robert, met al die kinderen. Ga maar even laten zien, jongens. Ik wil zeggen, er is 10 jaar lang wat tussen gekomen, toch? Ja, schat. Wat geweldig. Nou, dankjewel. Gaan jullie maar even naar de rest. Loop maar. Een leuke kinderen. Ik mis hem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, we zijn er allemaal. Je hebt 2 minuten om jouw droom waar te maken. Ja. Wat is dan nu, zeg maar, jouw aanleiding om dat weer op te pakken? Ik miste het, iets voor mezelf. En ik denk, nou is het ook een beetje mijn tijd. En ja. Ik zou heel graag willen dat iemand iets ziet en met me aan de slag gaat. Nou, dat klinkt heel veelbelovend. Ik weet dat je een prachtige stem hebt. Ik ben benieuwd of dat nog steeds zo is na al die jaren. Ja. Ze zeggen dat door zwangerschap wel je stem kan veranderen. Hè? Ja, ja. Is dat ook gebeurd? Een beetje wel, qua hoogte. Ja, oh, okay. Maar wel voller de klank ook wel weer. Dus. Nou, ben benieuwd. Irma Lohman. Fool!
Maar je stem is er nog prima, hoor. Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het ook heel aandoenlijk om, als je dan zo'n groot gezin hebt, dat dit dan jouw droom is om die na. En dan, wie zijn wij dan om te zeggen van, nou, dat moet je vooral niet doen. Want ik vond het heel erg mooi. Ik had alleen iets moeite met. Ik wachtte eigenlijk op een apotheose in dat nummer dat je helemaal losging. Ik zeg, nou, nu komt hij. En toen kwam hij niet. Ja. Die hoogte? Ja, die hele hoge, die miste ik eigenlijk. Als je zoiets doet als vanavond en je krijgt die kans, dan moet je natuurlijk altijd alles eruit gooien wat je hebt. Dus wij zaten inderdaad op die hele lange noot en hoge noot te wachten. Die kwam niet. Zonde. Dus dat had ik graag willen horen, of dat nog lukt. Ik zie dat je een beetje moeite hebt met je ademhalen. Daar moet je weer even aan werken. Ja. He, dat merk je. Dus een heel andere techniek dan kindjes eruit roepen. Ja, dat is meer. Ja, dat is wat korter. Dus, maar je hebt een prachtige stem. Heel professioneel, dat kan ik wel horen. Ik vond het heerlijk. Ik vind het altijd zo mooi. Maar we gaan even stemmen. Dan, what do you say? Volgens mij gaat ze door. Comparing you to the others that have come up, I'm going to say no. Schrik aan, Matris. Ja. Wat ben jij gemeen, Dan? Hij ging meteen verhaal halen. Hij loopt meteen het podium op. Emma, nee. Ik ga jou een kans geven om toch dat nummer te doen dat je ons helemaal wegblaast. Ik denk wel dat het erin zit. Maar jij hebt gewoon het geluk dat ik weet wat voor kwaliteit je hebt. En dat ik zeker weet dat jij wel die hoogtes kan halen. Dus ja. Ik zeg ja. Gefeliciteerd. Zo, hè. Ja, er waren wel wat kanttekeningen van de jury. Ik merkte het al toen ik zong. Ik was wel erg nerveus. Merk je dat zelf? Terwijl ik echt vandaag ging het zo lekker. En normaal ook. Het is echt een beetje de zenuwen. Ik heb een heel mooi nummer voor ogen. Ja? Ja. Dus ik ga dat zeker doen. Op naar de volgende ronde. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zorg dat je iedereen bij je hebt. Want Nee. Deze kant. Zo. Nee, die kant. Kom maar. Die kant. Snel naar huis en hard werken aan het perfecte nummer. Zet hem op, Irma. I was born to try.